alle trucks die komen aan, want om 11 uur gaan ze hier van start vanaf de Curieweg hier in Spijkenisse. En sowieso gaan ze door de hele regio heen. Hellevoetsluis, Zuidland, Abbebroek, ze komen er overal voorbij. En wij nemen je eigenlijk mee over de hele route. We interviewen mensen langs de kant, we peilen de sfeer onder de truckers. En we nemen je eigenlijk tot 2 uur mee. Organisatoren, ja. Van vandaag. Kun jij vertellen wat de truckrun precies is? Een rondrit voor gehandicapten, kinderen, mensen over het hele eiland voor de putten. En wat vind jij het mooiste aan deze dag? Dit. De vrolijke gezichten. Dit soort dingen. Dan zie je echte mensen, zie je ervan genieten. Ja. Jij gaat vandaag meerijden, zei je. Ja. Ja. En ja. Heb je er zin in? Ja, zeker. En wat vind jij er nu zo leuk aan? Ik vind het voordat er in Spijkenisse voor mensen met een beperking heel veel gedaan wordt. Ja, en dit is dan een van de dingen? Ook voor een van de dingen, ja. Iedereen gaan we naar zwaaien en we gaan ook met de chauffeur praten. Oh, leuk. En heeft u de chauffeur al ontmoet? Ja, ik heb de chauffeur ook al ontmoet. En dus denkt u dat het gezellig gaat worden? Ja hoor, tuurlijk. Het is een hele gezellig iemand. Ja, het is gewoon leuk. En dan als je dan onderweg en je kijkt in je spiegel, in je binnenspiegel en je ziet dan die blije gezichten. Ja, dat is gewoon gaaf. Dat is gewoon leuk. Heeft u er zin in? Ik wel. Ja, hoeveelste keer doet u mee vandaag? De 24e. Het is heerlijk in het zonnetje. We staan hier met leden van het motorbegeleidingsteam en we hebben een beveiligende route met een aantal ploegen. We hebben 3 posten. Als hier de run voorbij is, dan gaan we naar de 2e post en dan naar de 3e post toe. En op deze manier geven we de run een veilige doorgang. Met de truckrun mee geweest en ik ben meegereden met de taxi en dat was echt heel erg leuk. En wat heb je allemaal meegemaakt onderweg? We gingen helaas niet meer door de dorpjes heen, dat was echt heel erg jammer. Echt balen wel, maar het was gewoon echt heel erg leuk en vooral ook dat we meer door Spijkenisse reden en vooral hele enthousiaste mensen met kinderen. Het was echt heel leuk. En wat was het leukste plek op de route? Waar was het meest druk? Ik denk Rozenburg. Ja. Rozenburg, weet je, daar staat ook de plaatselijke brandweer. Die staat dan langs de zijweg, weet je, te begroeten. Ja, dat is gewoon echt helemaal geweldig. Je hebt vrienden waarmee je kan lachen. En waardoor je de tijd snel vergeet. Op een vrienden die ben je dan verlaten. Want je weet. Eén groot feest ook langs de kant. Ja, Kelly, wat was jouw ultieme hoogtepunt hier vandaag? Nou, ik kan denk ik geen keuze maken, maar ik vind echt dat het zonnetje scheen. Ja. En die glimlachen, dat is denk ik wel het allermooiste. Die glimlachen in die voertuigen, dat zwaaien, dat enthousiasme. Ja, prachtig om te zien. En vooral dit wat je op de achtergrond hoort, heel veel toeteren. Ik denk dat ik, kan ik ook voor jou spreken dat je ook een piep in je oren hebt van alle toeteren? Wat piepjes in mijn oor inderdaad, wat oorsuizen vanavond nog in bed. Maar het was het wel waard. Ja. Mensen blij maken, een goede dag geven. Dat doen de chauffeurs overigens echt gigantisch goed. En wij zien dat en dat is goed.